Wat een opluchting, hè? Hallo, good morning. Het is dinsdag vandaag. En vandaag hebben we de echo. Yes, super spannend. Ik heb echt heel erg slecht geslapen. Ik ga nu heel snel even een ontbijtje maken. En dan gaan we al meteen naar het ziekenhuis. Ja, super spannend. Oh, lekker shake. En ik heb een mooi shirtje. Eigenlijk voor Tine. Okay, there we go. Schatje, we gaan het ziekenhuis in. We gaan het meemaken. Ja. Spannend hoor, dit. Heel spannend. Er is iemand hier heel blij. Ja, het duurde even, want we konden het dus ook niet filmen, want het moest inwendig, de echo. Maar daar is hij dan. Dit was eerst uitwendig. Hier is het hoofdje en voetjes. Hier zie je het hoofdje, grote hersenen, hele grote hersenen heeft hij. En dit zijn de armpjes en de beentjes. En dit is iets met een dooier, maar daar eet hij uit nu. Maar hij bewoog gewoon al, hè? 1,6 centimeter en hij bewoog al. Hij was gewoon naar ons aan het zwaaien al met zijn armpje. Ja. We zijn zo blij, het hartje klopte goed. Ja. Oh, en het is wel belangrijk. Het hartje klopt ook, ja. Het is zo speciaal als de eerste keer. Ja, dit is gewoon weer datzelfde gevoel als dat we hadden toen we het net hoorden. Nou, nog meer eigenlijk. Ik weet niet, ik moet gewoon bijna huilen weer. Het is de 12 weken moeten we natuurlijk nog hebben. Dat is eigenlijk nog... Ja misschien nee, nog... maar nu zit het er gewoon echt. En weet je gewoon echt wat er zit. Maar goed, er zat dus nog een soort, hoe noem je dat? Spannend zakje. Momentje. Er zat een soort zakje ernaast. Oh ja. Dus het zou kunnen zijn dat er nog eentje heeft kunnen willen ontwikkelen, maar dat niet gelukt is of zo. Nou, er zat een tweede zakje voor een tweeling eigenlijk. En daar zat een stipje in, maar ze zagen daar niks kloppen en het was ook een beetje wazig geworden. Ja. Dus ja, dat was er eigenlijk eentje voor een tweeling, maar die tweede die... Daarom moesten ze dus ook inwendig onderzoek doen. Ja. Dus ja, dat was wel... Maar ja, maakt niet uit. It's alive. Ja, we hebben er één. Ja. Oh, heerlijk. Ja, schat. Wat een opluchting, hè? Snel de foto's aan Jola laten zien. Yes. Jola! Hey! Ja, hè? Vast, hè? Laat maar zien, Bart. Ja, ja. Het hartje klopt. Het hartje klopt. Ik zag jou lachen. De foto's waren voor mij. Natuurlijk. Ik zie hem niet. Kijk, dit is zijn hoofdje. Ja. En zijn lichaampje. Ja. En het, ja, hier zie je al een beetje de armpjes. Hier kun je het beste op zien. Dit is het hoofdje. Ja. En de hersentjes, het zwarte vlekje. En dit zijn de armpjes, dat is zijn handje. Ja. En hier zijn zijn voetjes. Wow, je ziet al een beetje teentjes als ik nu goed kijk. Zie je dat? Ja. Hier zat die puntjes, tik, 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 tik. Dat is eigenlijk zijn voetje wat zo staat. En hier is een ander voetje. En dit is de dooier of zo noemen ze dat. Net zoals een eierdooier. Zo, hier eet hij nu uit. En dit is wat wazig. Maar hoe groot is hij al? 1,6 centimeter, dus ongeveer. Ja, ik denk dat het een beetje... Nou, hij is iets kleiner dan op het fotootje. Ik ben nu 8 weken en 2 dagen is hij nu. En in principe zou je op dit moment... Ik weet niet of dat blijvend is, maar uitgerekend zijn op... 24 maart. Tex, vind je ervan? Vind jij ervan? Oké. Tex, die wist het al. Die heeft het al lang gehoord. Tex, je denkt... Huh? Huh? Wat is dit? Nee, huh? Hij zit snubbelen in de camera. Dit is een peks. Oh, schat. Hey. Ja, gelukt. Zo, we zitten sinds tijden weer op de fiets.
gaan Jola even naar vriendinnetjes toe brengen. Zo, Bart is lekker aan het werk en Jola bij vriendinnetjes. Heerlijk even het huis voor mij alleen. Dat is echt heel lang geleden dat ik even alleen was eigenlijk. Heerlijk, ik ga lekker met een theetje even editen. En dan straks komt er iemand van Moeders voor Moeders. Misschien kennen jullie dat wel. Ik ben een beetje snel buiten adem. Ik ben net een paar keer naar boven gelopen. Dat komt ook door zwangerschap trouwens. En waarschijnlijk doordat ik zo slecht geslapen heb. Dus echt vanaf 4 uur was ik wakker. En ben ik niet meer in slaap gekomen. Ja, natuurlijk dat laatste half uurtje pas voordat mijn wekker ging. Maar Moeders voor Moeders, dat is iemand die langskomt en die komt kijken naar mijn HCG-gehalte in mijn urine. En als dat goed is, dan kunnen ze dat gebruiken voor mensen, vrouwen, die minder snel zwanger kunnen worden. Dus ja, jullie hebben mij onwijs veel support natuurlijk gegeven toen ik niet meteen zwanger werd. Dan is dit natuurlijk wel het allerminste wat ik kan terugdoen. Om andere vrouwen die minder snel zwanger worden te kunnen helpen. En dat moet dan volgens mij, dat zal ik straks al zo vertellen, door dat ik wat kratten krijg met flesjes. En daar moet ik mijn urine gedurende de periode in stoppen. En dan komen ze dat weer halen. En dan halen ze daar dat hormoon, dat HCG, uit. En dan kunnen ze dat gebruiken voor medicijnen. Dus ja, ik ben wel benieuwd straks of het goed genoeg is. Ik moest vanochtend al in een potje plassen en dat heb ik bewaard voor die vrouw die dan straks komt kijken of het goed is. Dit vind ik echt zo'n lekker tussendoortje. Deze hummus avocado met die Volcora crackers. Echt heerlijk. Er komt al een teststreepje. Ja. Heel donker. En het controlestreepje, die geeft dus aan dat het testje goed werkt. Maar ja, heel veel HCG, want ja, hij is heel donker, dus is goed aan het werk. En het mooie is ook dat de test ook duidelijk blijft. Dus je kan hem goed bewaren. Ik heb ook een doosje, doe ik hem voor je in. Yes. Datum schrijf ik erop. En dan het is gewoon ook een leuke herinnering dat je hebt meegedaan aan Moeders voor Moeders. Ik heb weer een cadeautje gekregen. Mijn eerste cadeautje eigenlijk. Ah, lekker. Lekker warm. Ik wil hem er nu al in wikkelen. Dankjewel. Moeders voor Moeders logo erin. Ja. Helemaal cool. En dit zijn dus, jawel, jawel, dit zijn de kratten. Deze kan moet ik dus in gaan plassen. En dan giet ik het daarin. Elke keer pak ik weer een nieuwe fles. Elke ochtend. Nou. En dan heel makkelijk hoef ik alleen maar 1 keer in de week op dinsdag die kratten buiten te zetten. Tussen mijn 2 kliko's in. Ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal gaat. Want ja, het gaat best een periode worden. Ik heb wel meteen nog even doorgegeven dat we ook nog een keer naar Ibiza gaan tussendoor, dus dan doe ik even niet mee. Maar al met al kan ik toch nog een hele periode meedoen. Ik geloof 7 weken kan ik nog meedoen. Dus ik doe mee tot en met 10 oktober. Nou, best makkelijk eigenlijk. En als je de mensen bij helpt, why not? Ik heb een pakketje gekregen met sportkleding van de Hunkemuller. Superleuk, Hunkemuller. Ik ben heel erg benieuwd. Wauw, mooie kleur. ROE, sportlijn. Deze blogster. Oh, dit is echt super mooi. Ik denk alleen niet dat ik dit nog pas. Wat zonde als ik dit niet pas, joh. M. Mijn borsten zijn zo snel gegroeid door de zwangerschap. Dat is niet normaal. Dat had ik echt niet verwacht. Dus ik dacht, ik neem een M. Maar dat zou wel heel zonde zijn, want het is echt een hele mooie BH. Bart zei het nog toen hij wegging. Dies, ga ook nog even slapen. Doe even een middagdutje of zo. Want ik merk nu ineens dat ik super moe ben. Ik heb een video geëdit. Heel veel wassen opgevouwen, nog van de vakantie. Nou ja, dat gesprek gehad met die vrouw van Moeders voor Moeders. Jola weggebracht, boodschapjes gedaan. En ineens is het dan alweer 5 uur.
En ben ik weer vergeten om te gaan liggen. Dus oh no! Ik hoop echt dat ik vannacht goed slaap. Ik word er steeds rond een uurtje of 4, 5 word ik wakker. En dan val ik gewoon niet meer in slaap. Vaak komt het ook door misselijkheid. Wanneer ik even een tijdje niet heb gegeten. Dat is dus 's nachts. Dan word ik misselijk. En dan ben ik echt pas weer in mijn goede humeur en in mijn normale doen wanneer ik echt iets vastigs heb gegeten. Dus ik heb vandaag ook heel veel volkoren crackers gegeten. En ja, ik hoop het dat het beter gaat met het slapen, want daardoor ben ik gewoon echt heel erg moe. Nou, Jola die is nog steeds bij de vriendinnen, want die zijn in de IKEA. Dus ik kan gewoon lekker aan mijn couscous gaan beginnen. En ik denk dat ik even lekker mijn laptop of de tv even kijken aanzet. Dat doe ik echt nooit. Maar ik ben ook bijna nooit alleen thuis, dus something new for today. Ik ga gehakt maken, maar gerunde gehakt. En dan zullen jullie wel denken, lekker die snel met jouw voornemens. Maar ja, dit hoort door deze couscous en hij is tot 17,8 goed. Het is vandaag 15,8, dus zou ook natuurlijk een dier voor niks zijn gedood als ik dit gewoon weggooi. Dus we gaan dit nog eten, dan is eigenlijk al het vlees op bij ons. Ja, er is echt helemaal niks meer. Dus dan wordt het daarna van dit soort dingen bijvoorbeeld morgen. Vegan burgers. En dan natuurlijk allerlei andere lekkere gerechten. Ik heb daar echt zo super veel zin in om al die gezonde vegetarische en veganistische recepten te gaan maken. Echt heerlijk. Maar ik ga nu de couscous lekker maken. Ik was een beetje lui toen ik terugkwam van vakantie. Toen wilde ik even snel boodschappen doen. Want zaterdagavond waren we echt super laat in de supermarkt. Dus ik heb zo'n vers pakket gekocht van de Albert Heijn. En daar zat dit allemaal in. Alleen dit moest ik er dus bij kopen. Maar dit zat er allemaal in. Deze niet, hè. Die heb ik gisteren van mijn schoonvader gekregen. Die komen uit de tuin van iemand. Vet, hè. Oh, het ruikt echt super lekker. Kijk, stellig. Zo, het is nog best wel vroeg, volgens mij. Oh, hier. 9:10. Maar ik heb Jola een uurtje geleden ging ik die in bed leggen. En die was echt, echt helemaal gesloopt. En toen bracht ik haar dus naar bed. Om 8:30 of zo. En toen begon ze ineens heel hard te schreeuwen van ik moet nu naar bed. Ik kan mijn tanden niet meer poetsen. Ik heb zo'n hoofdpijn. We lagen eerst nog eventjes op mijn bed. Nou, toen legde ik er snel in haar bed. Gelukkig had ze de pyjama al aan. Naast haar ben ik gaan liggen. En toen kwam ze weer een beetje normaal. En toen was ze weer een beetje normaal aan het praten en aan het liggen. En toen zei ze ik ben ook heel moe. En ik heb een hele lange dag gehad. En ik was al iets van 6 uur wakker vanochtend. En natuurlijk de hele dag met de vriendinnen gespeeld. Super actief geweest. En toen kwam er weer een soort aanval. Dus toen begon ze weer ineens te schreeuwen. En hoofdpijn. Dus ik zat net op te zoeken of je misschien, of misschien kinderen zelfs al een soort van migraine kunnen krijgen. Ik heb het zelf nooit gehad, maar dit was echt extreem. Anyway, ik ben lekker bij haar blijven liggen en lekker over de ruggetje gekriebeld. En toen is ze zo paf in slaap gevallen. Dus daar werd ik heel blij om. Maar ik ga dit wel even in de gaten houden dat dit niet vaker gaat gebeuren. En dat ze echt wat beter en sneller haar rust moet nemen af en toe. Ik zelf ben ook helemaal op mijn einde omdat ik vannacht zo slecht geslapen heb. Voel ik nu gewoon echt aan mijn lichaam dat ik even die rust nodig heb. Dus ik ga even een theetje pakken en dan ga ik lekker naar bed. En dan ga ik nog niet slapen, maar ik ga gewoon even lekker Netflixen. Dus weer een documentaire kijken. Bart en ik hebben een soort van afspraak dat we de komende tijd even geen series kijken, maar alleen maar documentaires. En dan vooral over voeding en zo. Dus, nou, dankjewel voor het kijken naar deze vlog van deze dag. We zijn natuurlijk super gelukkig, omdat vandaag de echo zo goed was. Goed night en tot morgen!